Hallo, ik ben Lieneke Lijn en in deze tutorial, die zeer uitgebreid is, gaan we het hebben over hoe teken je op de zee, de lucht en ook de boot zelf en hoe het zeemonster uit de zee komt en dit schip naar beneden wil trekken. En je kent de Kraken waarschijnlijk wel uit de films met Johnny Depp, Pirates of the Caribbean. Een geweldig gaaf zeemonster en daar gaan we het heel uitgebreid over hebben. Deze film. Eerst wil ik wat uitleggen over wat we precies gaan doen aangaande water en lucht. Want het is wel belangrijk om het verschil te laten zien in deze tekening tussen wat water is en wat lucht is. Daar krijgen jullie helemaal uitgebreid uitleg over. En waar we ook speciaal aandacht aan gaan besteden zijn natuurlijk die armen van de Kraken. En je kunt ze in verschillende manieren tekenen. Ik heb hier bijvoorbeeld in deze voorstudie kun je zien dat die punten van die tentakels, die kunnen ook napvormig eindigen. Dus dat is ook wel mooi. En hier is nog een andere voorstudie. En dan kun je zien dat ik ook heel veel heb gewerkt met de lijnen die van de mast naar de boot toe gaan. En extra details in het water die dan ervoor zorgen dat dat water er echt heel wild uitziet. Wat we gaan gebruiken voor de eerste opzet is een grafietpoeder. En wat het eigenlijk inhoudt is, ja, het stelt niet veel voor. Het is een grafietstift die ik gebruik. En met een mesje krap ik daar dan overheen. En zo maak ik dus mijn eigen grafietpoeder. Het is ook los te koop gewoon in de winkel. En je kunt ook het slijpsel van je potloden hiervoor bijvoorbeeld gebruiken. Maar dat is wat lastig verzamelen. Dus dit werkt gewoon heel goedkoop en heel snel. Dus een simpel oud make-up doosje, een klein beetje grafietpoeder. En wat we verder zullen gaan gebruiken zijn vrij zachte potloden. Voor deze tekeningen gebruik ik dan een 8B en 3P potlood. En wat ik ook gebruik is heel handig een gumpotlood. Dat is speciaal fijn voor de hele fijne lijntjes. Net als het vulpotlood. Die gebruik ik voor ook de hele scherpe lijntjes. Bijvoorbeeld de touwen van de masten. En ook een simpele grove gum. Voor de grotere vlakken. Dit is zo'n oogmake-up watje, zeg maar. En daarmee kun je ook weer lekker wrijven in de tekening. Voor de hele zachte grijs tinten. Dat is heel ideaal. En natuurlijk een liniaal. Die zijn, die heb je toch wel nodig voor de touwen en de allerscherpste randen. Dus dit gaan we allemaal gebruiken. Het lijkt heel wat, maar het is eigenlijk niet zoveel. Het is gum en potlood en een beetje krijtpoeder. Dat zijn eigenlijk je hoofdspullen wat je nodig hebt. En lekker glad tekenpapier, dus niet te grof. De opzet is eigenlijk heel erg simpel. Je neemt een beetje van dat grafietpoeder en met je vinger, je ziet onderop, mijn camera is nog even scherp stellen hier, dus dat duurt even. Maar wat je doet is je gaat dus met je vinger heel wild de grove opzet van de zee maken. En je zag dat ik onderlangs een stuk karton had liggen, zodat je een scherpe onderlijn krijgt. Voor de lucht gebruik ik juist het watje. Want in de lucht heb je zeg maar iets minder scherpe lijnen en iets vagere grijswaardes, grijs tinten. Terwijl in het zeestuk, daar kun je echt heel goed je vinger gebruiken. Die is altijd een beetje vettig. Dus dan krijg je wat meer streperige lijnen. Kun je hier heel goed zien. Hier duiken we weer even de zee in bijvoorbeeld. Je pakt dus wat van dat grafietpoeder. En dan kun je dus echt hele donkere
stukken er ook in gaan zetten. Dat is een beetje lijnerig. Je ziet ook dat ik vooraan, waar de golven dichtstbij lijken te zijn, daar maak ik het extra donker. Terwijl naar de verte toe wordt het juist zwakker van tint. Ik gebruik mijn vinger ook voor de opzet van de boot zelf. Dus wat ik inzet hier is de boeg en die lange punt en de mast en het zeil. Dat zet ik er heel grof in. Dus het is echt super grof, komt nog geen potlood aan te pas. Het is puur allemaal gewoon wrijfwerk. En dan kun je toch al een beetje gaan bepalen van nou, dat gedeelte is het water. Dat gedeelte wordt schip en het achtergedeelte is dan de lucht. Nou, zo vies zijn mijn handen inmiddels. Daar ontkom je niet aan. En voor de lucht gebruik ik dus het watje. En in de lucht zitten natuurlijk donkere gedeeltes en wolkgedeeltes. Dus die zet ik er heel grof in. En dan wrijf ik de boel gewoon helemaal na met dat watje. Dus ik wrijf alle grafiet goed het papier in. En je krijgt nu dus een hele grove opzet te zien van waar alles gaat komen. Dit is mijn gumpotlood. En nu ga ik de lichtste lijnen en een beetje het zeil en alles ga ik weggummen. En zo kun je dus gaan bepalen hoe de lichtere gedeelten in de tekening zullen gaan komen. Deze boot teken ik twee masten. Het is eigenlijk een zeilschip, een soort van, ja, een beetje ouderwets lijkend schip. Je kunt daar natuurlijk allerlei soorten schepen voor nemen. Maar ik vond het wel leuk om een beetje Pirates of the Caribbean-achtige zeilschepen te gebruiken voor deze tekening. Hier, dat is dat boeggedeelte van het schip. Daar zet ik ook die lichte lijn in. En je zag dat ik te net voor die scherpe punt op de boeg, kun je ook langs een liniaal gaan uitgummen. Dus als je witte, strakke lijn moet hebben, dan kun je die gewoon met een liniaal kun je die eruit gummen. Het is altijd leuk om te werken met gum in grafiet, want het geeft een beetje een schilderachtig effect. En daarna is het gewoon heerlijk om onder die hele lichte tinten dan die donkere waardes te gaan zetten. Dus als je dat hele wit tegen heel donkergrijs gaat afzetten, dan gaat dat echt tot leven komen. Voor de donkere schaduwen kun je dus gewoon weer, dus als je tekening te licht dreigt te worden, kun je dus gewoon weer die grijze poeder weer in gaan wrijven. En ja, soms moet je heel veel schakelen tijdens een tekening. Hier gebruik ik bijvoorbeeld hetzelfde gumpotlood voor de hoogste stukken in de wolken.
die manier krijg je dus die hele lichte tinten tegenover die hele donkere grijze tinten. Want ook in de lucht zie je heel veel soorten scharkeringen van grijs. Hier heb ik een potlood gepakt en dan ga ik precies naast die witte bovenste wolkenrand ga ik dan een donkere lijn zetten. Hetzelfde geldt voor de lange zijdes van de latten van de mast waar de zeilen aan hangen. Dan kun je dan ook alvast dus die witte lijnen die je hebt getrokken een extra accent geven. Hier begint dat nu ook te komen. Dus ik heb die grijswaardes met grafiet, krijt, poeier en de witwaardes erin gezet. En nu hoef ik enkel dus met dat potlood even die scherpe lijnen er langs te zetten. De boot zie je nu dus langzaam meer en meer naar voren komen. En dat dus door een paar simpele lijnen. En deze boot heb ik nu dus nodig om te gaan bepalen waar de armen van de kraken uit het water moeten gaan komen. Dit is de opzet voor de eerste arm. Deze is vrij ver weg, dus een beetje naar achteren. En ik wil het laten lijken alsof die boot dus probeert te ontkomen aan de armen van de kraken. En de kraken die zit dus achter die boot aan en die wil die boot dus naar beneden gaan trekken. Dit wordt dan de rechtse arm van de kraken. En die wil ik het meeste nadruk geven. Dus die wordt het grootst en het meest... Hey, daar is de kat weer. Die moet het meest bedreiging vormen, zeg maar. En je ziet dat de lijnen van die armen van de kraken... die gaan allemaal richting die boot. Dus alle aandacht van de tekening gaat allemaal naar die boot toe... die bedreigd wordt en die probeert te ontkomen aan... de moorddadige armen van de kraken. Het enige wat ik nu hoef te doen is de lijntjes die ik getrokken had met dat vulpotlood. Die ga ik nou gewoon oplichten. Dus binnen de lijntjes ga ik de boel een beetje uitgummen. Zodat die armen goed naar voren komen en zich onderscheiden van de lucht en het water. Ik zal hier eens een beetje inzoomen, zodat je goed kan meekijken. En die armen hebben natuurlijk een bepaalde structuur, een bepaalde huid en zuignappen. Dat is gewoon leuk. Ik heb ook op de markt gekeken naar hoe inktvissen daar lagen. En er zitten allemaal van die napjes. Op die soort van zuignappen. En die kunnen dan echt. Die kraken is natuurlijk één brok spier. En die zuignapjes heb ik dus gewoon ook gepikt van de inktvissen die op de markt lagen. En dat zijn eigenlijk meer gewoon cirkeltjes die je dan tekent. Met gewoon wat puntjes daarin. En dan heb je al heel gauw dus. Dat effect van die zuignappen.
bocht heel vervaarlijk, maar het is dus vrij makkelijk te tekenen. Hier de rechtse arm. Wat ik eigenlijk doe is dus een goede donkere rand aan de onderkant. En dan diezelfde cirkeltjes voor de zuignapjes. Gewoon ellipsvormige cirkels. Dan pak je je gumpotlood. En dan laat je die cirkeltjes dus een beetje oplichten. En dan in het midden daarvan ongeveer zet je dan gewoon zo'n zwart puntje. En dan kun je gewoon om die cirkels heen de boel inkleuren. En dan staan dus die zuignappen er al in. Een klein beetje structuur op de huid van de armen. En wat ik ook heel mooi vind, is bijvoorbeeld ook wat lijnen eruit te trekken, alsof het water er vanaf druipt. Dat geeft dat zo'n extra speciale, smeuïge dimensie. Dat die arm gewoon net uit het water lijkt te komen. Hier, dit is ook een leuk stukje, vind ik. Want die arm die gaat dus onder water een beetje door. Dus het is wel lastig om precies op die rand van de watergolven, zeg maar, en het gedeelte wat dan verdwijnt in de zee, want je kunt niet helemaal diep de zee in kijken, maar toch dat dat een logische overgang lijkt van het zeegedeelte en het gedeelte dat die overgaat van de zee de lucht in, zeg maar. Ook nog wat extra strepen aan de andere arm van de octopus. En dan ga ik gewoon weer zoeken naar de lichte en donkere gedeeltes in de tekening. Als ik vind dat het cel wat witter moet zijn, haal ik weer wat grijs weg. Moet het donkerder worden, zet ik er weer wat donker in. En hier zie je dus die touwen die van de mast naar de boeg gaan. Die trek ik wel echt langs een lineaal. Want die staan echt heel strak, zeg maar, door de wind en alle kracht die daarop komt. Dus ik maak gewoon wat de touwen die loshangen, zeg maar, dat worden dan van die gekriebelde lijnen. En de echte masttouwen, die zijn dus heel, heel super recht. Hier zoomen we weer wat in, want dan gaan we weer even aandacht besteden aan hoe die arm uit het water komt. Wat ik doe is gewoon wat lichte, opschuimende golven teken ik om die arm heen. En daarachter, daar tegenaan, zet ik dan wat donkere tinten gewoon. Die laat ik dan overlopen in de arm zelf. Ook hier zie je de arm als het ware weer een beetje doorgaan onder water. Dus hij komt dan beter, zeg maar, echt alsof hij echt uit de diepte vandaan komt. Dus je tekent door onder water. Hetzelfde geldt ook een beetje voor het schip. En die maakt dan, probeert echt vaart te maken. Dus dan kun je ook weer wat meer, wat scherpere lijnen. Want er zit, zeg maar, zo'n lichtval die valt op die keiharde golven. En daar zit ik dan die gewoon best wel strakke strepen in. Ik wil dat die zee, dat die zo dynamisch mogelijk is. Dus dat moet geen rustig watertje zijn. Echt super, super wild. En vandaar die harde lijnen.
Die kun je heel makkelijk erin zetten dus met dat gumpotlood. Dan pak je een 8B-potlood. In ieder geval een zacht potlood. In de B-groep. Dan kun je tussen die witte lijntjes nog extra donkere vlakken inzetten. Dan komen die witte strepen nog beter naar voren. Boeg van dat schip, die moet gewoon echt de zee uitspringen als het ware. Dus ik hoef hier niet heel diep onder water te tekenen, want die boeg komt als het ware echt naar boven toe. Die rand van de boeg, die wil ik gewoon echt heel scherp erin hebben. Je ziet ook dat al die lijnen, die spelen dynamisch met elkaar mee. Dat vormt dan één mooi, groot, wervelend geheel. Nu, naarmate dat de tekening vordert, is het eigenlijk een kwestie van extra details erin gaan zetten. Zodat het nog echter lijkt. Het is een kwestie van je tekening nalopen, helemaal. En dan gewoon nog even wat puntjes op de i zetten. Extra donker van voren, altijd. En laat het grijs, de echte zachte grijs tinten, zo ver mogelijk weg. Dan lijkt je tekening goed te wijken. Dit is bijvoorbeeld de rand van het zeil. Ik heb hem al een beetje gerafeld gemaakt. Je ziet dat je dat met een paar simpele lijnen kun je het laten lijken alsof dat zeil al een beetje uit zijn verband is gerukt, helemaal door alle wind en alle gedoe. En ja, ik vind het een mooi effect om het zeil wat rafelig te maken. Ik vind de rechterarm van de cracker nog een beetje saai, dus ik maak gewoon nog wat extra zuignappen daarop. Die rechterarm, die wil ik dat die de meeste aandacht krijgt, dus die heeft dan ook de meeste details. Ik laat die opspattende golven extra wit eruit komen en dan die zuignappen extra zodat hij nog iets meer detail krijgt op die rechterarm. Maak het zeil iets groter, dat is geen probleem. Gewoon een kwestie van iets meer wit eruit halen. En dan is het zeil alweer wat langer. Het achterste zeil kun je bijna niet meer zien, want die is het verste. Hier aan de zijkant van het schip
de binnenkant. Daar kun je dan nog wat extra donker inzetten, zodat dat zeil goed eruit komt. Dat water dat golft eigenlijk al een beetje die boot in. Dus die boot heeft al een probleem. En die wordt als het ware al half de zee ingetrokken. Extra detail erin te zetten. Dat is namelijk een vlag. En een vlag is vrij simpel. Je maakt gewoon een hoek. Dan pak je weer je gunpotlood. Dan haal je dus tussen die lijnen weer het grijs weg. Vlaggenmast teken ik iets buiten mijn tekenvlak, zullen we maar zeggen. Vind ik wel leuk. En dan is het een kwestie van even een zware lijn eronder zetten. En de vlag een beetje rafelig maken. Alsof die ook door de wind al helemaal verweerd is en alles. Vond ik wel een leuk detail. Mocht je vinden dat de lucht toch wat donkerder moet zijn. Ik vind voor dit geval, de armen gaan allemaal richting het schip. En ik wil ook dat de beweging van de lucht ook meespeelt met de tekening. Dus die maak ik ook extra donker. Zodat ook de lijn die ontstaat in de lucht, dat het ook allemaal richting het schip gaat. Zo ga je dus alle aandacht naar het midden van je tekening toe trekken. Kwestie dus van heel veel kijken en heel veel aftasten en kijken van nou, waar wil ik het de bol toch nog extra donker hebben. Moet die wolk wat dreigender worden, dan zet je er wat donkerder schaduw achter en dan lijkt die wat meer te dreigen alsof het een rollende wolk is. En dan krijgt ook bijvoorbeeld die linker, die achterste arm van de kraken, die krijgt dan ook weer wat extra aandacht omdat die dan lekker scherp aftekent tegen een witte wolk. Het zijn vaak toch die kleine details en die scharkeringen in donker en licht die de tekening tot een succes maken. Je kunt dat ook goed zien. Ik wil hier extra scherp langs die witte wolk op. En als ik te lang op één plek moet arceren of doen, dan doe ik altijd even een vel onder mijn hand. Anders smeer je je hele tekening uit en dat is zonde.
ziet dat bijna alles even belangrijk is. Als je het een beetje realistisch wil laten overkomen, zul je overal wel wat detail in moeten blijven tekenen. De harde golven aan de voorkant krijgen bij mij de meeste scherpe waardes, dus het wit tegen het zwart aan. Alles wat ver weg is, mag wat waziger blijven. Hier zie je mooi de draaiende beweging van de spieren van die arm in de kraken. En hier extra die touwen die dus loshangen en de onderkant van de boeg en de scherpe spies voorop. Je krijgt ook extra zwarte schaduwranden, zodat die echt naar voren lijkt te komen. Voorste golven, die kunnen best donker zijn. Dat geeft het toch een wat eigenwijzer effect. Dan bovenop die golfjes kun je dan weer witte lijnen trekken voor de schuimkoppen als het ware op die golven. Als ik ergens heel scherp in moet tekenen, dan pak ik weer dat vulpotlood. Dan kun je echt hele scherpe kleine details in tekenen. En wat ik hier ga doen is ook leuk. Ik heb zeg maar een vlak waarin ik teken. En dan is het leuk om een paar details, net als de top van de vlaggenmast, die steekt dan net buiten dat tekenvlak. En hier bijvoorbeeld rechts laat ik die opspattende golven van die rechterarm van de kraken. Laat ik ook die golven dus net buiten dat tekenvlak vallen. Hier ook dat topje van die mast. Die gaat dus buiten mijn tekenkader. Maak die tekening eigenlijk een beetje super eigenwijs. Dus je gaat buiten je kaders tekenen. En dat ga ik nou links ook doen. Dus wat ik doe is donkere opspattende golven maken. Gewoon weer met vinger en grafiet. En daar dan kun je dan gewoon met je potlood weer extra donkere vlakken in zetten. Zodat dat ook weer een opspattende golf gaat lijken. En die golf gaat dan ook weer buiten mijn tekenkader. Dat jullie succes krijgen met de tekening en dat het gaat lukken. Het is een uitgebreide les geweest. Ik wens jullie heel veel succes ermee en graag tot de volgende keer.